Goedemorgen. Campagne in hometown Spijkenisse. Kijk, is het mooi? Heb ik mooi weer meegenomen? Dat is schitterend, ja, ja. Kijk, hartstikke bedankt. Maar toch even, Spijkenisse, want ik was hier in 2017 ook weer. U heet hier Spijkenisse, of niet? Ja, nou ja, ik vind het een geweldig. Het is een beetje onze hometown. Ja? Ik heb er wel een hele belangrijke. Heel veel mensen die de PVV in Amsterdam hard toe dragen. En wij Spijkenisse natuurlijk ook. Dus altijd een feest om hier te zijn. Ja. Onze, toen hadden we nog geen lijsttrekker hier aan de fractie, nu wel. En ze hebben ook een dierenvoedselbank. Geweldig. Dus, we gaan naar de dierenvoedselbank vandaag. Ja, als er nou iets inderdaad een combinatie is van dierenwelzijn en armoedebeleid, ja. Wat helaas ook in, hier in Spijkenisse komt. Ja. Dan is dat wel. Ik vind het geweldig. Als je het goed vindt, dan ga ik even naar mijn mensen ja, toe. Dat de dierenvoedselbank die is opgericht door de PVV. En dat is gewoon heel hard nodig. Ze zijn gewend dat ze altijd wat krijgen. Altijd, ja. We hebben ook heel veel groen eens in de... Ja, ja, echt geweldig. Ja. Mooi. Nou, zullen we met z'n... Was de bedoeling... Jij moet even naar de bedoeling? Ja, zeker. Dag mevrouw. Hallo. Mag ik u een hand geven? Ja, dank u. Geert. Koude handen. Ja. Voor wie komt u wat halen? Voor Maron Prada. Prada, die staat mooi naam. Mag Prada ja. Niet mee? Mocht hij niet mee naar binnen? Ja, ja, ja. Even mag hij mee naar binnen? Prada, want Prada is heel erg groot. Dus, is die heel erg groot? Ja, ja. Hij is groot, maar okay. Hij is 10 maanden en hij is heel blij. Haal hem even voorbij, ja. Als het mag. Echt? Ja, ja. Dus dat is tot 70 kilo. Ik moet helemaal rustig bij Geert, jongens. Toch, Geert? Nee, ja. Nou, ik wil rustig bij hem. Ja, oh. Nee, met praten. Nee, ik ken het.